Krijn Giezen heeft Lookout Attention ontworpen. Noordwijk aan Zij 1939, Kaan 2011, Frankrijk. Hij heeft het ontworpen als een ongewone wandeling door het bos. De wandeling bestaat uit een pad dat begint bij het beeld van John Radeker en dat uitkomt bij een trap van 87 meter lang, hoog boven de bomen op de Franse berg. Maar door toegenomen eisen op het gebied van veiligheid heeft het museum bouwkundige voorzieningen op de trap moeten aanbrengen. Deze hebben het karakter van het kunstwerk en het functioneren ervan in een beeldentuin flink veranderd. In het museum wordt momenteel nagedacht over de toekomst van dit werk. Voorlopig wordt het werk incidenteel opengesteld. Oeh, dat was een hele klim helemaal bovenop. En nu begint het nog te regenen ook. Snel weer naar beneden. Heig, heig. Ik heb de treden niet geteld, maar het zijn er flink wat. En allemaal hekjes onderweg om even tegenaan te leunen als je moe bent. Of misschien ook wel tegen het vanafvallen, geen idee. Maar bijzonder. Op de beschrijving zag ik een stuk staan over een soort boomtoppenpad. Een pad dat over de bomen heen loopt. Maar dat het, ik moet even af en toe naar beneden kijken. Maar, ik ben er nog wel. Maar dat hebben ze om veiligheidsredenen weggehaald. Ik weet dat dat in Tsjechië nog bestaat, zo'n boomtoppenpad. Wel gezien, niet gelopen. Maar dit is al vermoeiend. En B, spectaculair. Wat een kunstwerk, man. Wat een trap.